bezoeken we met Midvliet TV de modelspoordagen in Rijswijk. Ikzelf kom ook uit de modelspoorfamilie, want mijn broers kregen in 1957 al hun eerste treintje. En vanaf dat moment waren zij besmet. Nou is het naar mijn idee een echt jongensding en ik ga kijken of dat klopt. Ja, mijn naam is Hans van der Linden en ik kom uit Rotterdam. En de voornaamste reden dat ik hier ben is dat ik graag naar de modelbouw, de banen hier, kom kijken. Omdat het op zich heel inspirerend is. Je ziet heel veel zelfbouw waar je zelf ook wat aan hebt. Ik ben zelf ook een modelbaan aan het bouwen. Dus ja, dat geeft heel veel stof tot nadenken van de dingen die ik zelf ook zou kunnen toepassen. En wat bouwt u dan zelf allemaal? Ook een modelbaan. En dan moet u denken aan niet de rails of iets dergelijks, want dat koop je in de winkel. Maar wel bijvoorbeeld de modellen die erop rijden. Die worden vaak zelf door mij gebouwd en gespoten en dergelijke. En ook de huizen die erop worden gezet en loodsen en dergelijke. Dat zijn wel bouwpakketten, maar die kun je dan zelf in elkaar sleutelen zoals je dat zelf heel leuk vindt. En daar kun je een hele eigen draai dan aan geven. Dus dan moet je ook denken aan verven en het zogenaamde weatheren. Dus dat is het verouderen van gebouwen, alsof ze echt in de buitenlucht staan. En ja, dat zijn allemaal zaken die ik heel leuk vind om te doen. Dus dan bouw je eigenlijk een miniatuurwereld op. Ja. Maar bouwt u dan ook de treinen zelf? Het zijn meestal bouwpakketten. Maar die kun je dan wel naar je eigen believen helemaal bouwen. Want als u kijkt bijvoorbeeld naar een bepaalde locomotiefserie van de Nederlandse spoorwegen... Die heeft in zijn leven, heeft hij vaak bij verschillende maatschappijen in heel verschillende verschijningsvormen met heel verschillende kleuren gereden. En als je een bouwpakket aanschaft, dan kun je er zelf een draai aan geven welke je graag wil bouwen. Dus je kunt je er helemaal op uitleven, je kunt hem van een geluid voorzien, digitaliseren wordt dat dan ook vaak genoemd, van verlichting voorzien. Je kunt het zo gek maken als dat je zelf wil. Ik denk dat ik mijn eerste setje kreeg op 6-jarige leeftijd zoiets. Nou, ik ben nu 51 bijna. Dus dat is 45 jaar ben ik ermee bezig. Ik ben Henk de Vos en de NVBS is de Nederlandse vereniging van belangstellenden in het tram- en treinwezen, zeg maar. Dus dat een hele vereniging. We geven een eigen blad uit. Wij zijn een kleine afdeling binnen de NVBS en dat is de afdeling modelbouw, zoals die heet. We hebben daar een modelbaan voor in Den Haag. En wij staan nu hier om... zeg maar leden te winnen voor de NVBS en ook de jeugd aan te trekken. En aangezien wij modelbouw doen, hebben we een baantje gemaakt waardoor kinderen die mogen hier rangeren en die kunnen hier een rangeerdiploma halen. En onze vereniging is al meer dan 80 jaar oud. Ik mocht vroeger nooit meedoen van mijn broers. Ja. Mag ik nou ook een keer? Ja, natuurlijk. Daar bij John, zeg maar, daar mag je vast even met de trein rijden. En hier of voor de kleintjes, als je dus zeg maar met Thomas de trein of met Percy zou willen rijden. Nee, dat niet. Dan gaan we even John vragen of hij een rangeeropdracht voor je heeft. Mijn naam is Bob van Leeuwen, Bob, en de BCN dat bestaat dus voor Bob's Club Nederland. Deze baan, dit is de eerste dag dat we deze presenteren. Die baan die is 2 jaar geleden door inbrekers kapot gemaakt. En dat heeft ons zo vreselijk veel energie gekost en toch wat tijd. Want je gaat iets wat kapot is, moet je toch weer opnieuw gaan bouwen. Ja, en we zijn nu zo vreselijk trots dat het klaar is. Dit is de oude Hofpleinlijn, want vroeger reed de trein zeg maar, van de Hofplein Rotterdam naar Den Haag, maar eigenlijk Scheveningen-Kurhaus. En vandaar dat aan de andere kant staat ook het station Scheveningen-Kurhaus.
En die heeft daar gestaan tot 1953. Toen is de dienst opgeheven en toen is dat station gesloopt. Dus dit is een vooroorlogsstation. En daartussenin hebben wij dan de stations Leidschendam-Voorburg en de stations Pijnakker. En die stations die zijn er nog wel, maar niet meer in deze situatie. Want het is nu een Randstadrail. Dus die gebouwen die zijn weggehaald. Wij hebben dan een computersysteem. Alles rijdt digitaal. Dat wel. Het voordeel voor het digitale is dat de treinen heel langzaam op kunnen trekken, langzaam af kunnen remmen. De verlichting blijft branden. Treinen met waar een motor in zit, blijf je de motor horen. Dus dat zijn allemaal de voordelen van de tegenwoordige technieken. En dan nieuw voor ons is, wij hebben dag- en nachtverlichting. Na een verloop van tijd, dan dimt het licht en dan lijkt het net van het woord nacht. En dan na de nacht, dan zie je een roze gloed, dan komt de zon weer op en dan wordt het weer helder. Mijn naam is Lammert ten Kampen en we staan hier bij de baan Fredstein. Fredstein is een plaatsje ergens in het zuiden van Duitsland waar in gedachten deze baan is gesitueerd. Het is geen echte plaats en de naam is verbonden aan een overleden collega van mij. Het is een bosrijk gebied. Je kunt dus zogezegd als toerist daarheen gaan en met de boswachter wandeltochten daar door de wouden maken. Aan het eind van de wandeltocht gaat meestal de boswachter naar de oude molen, oude watermolen, waar nu een restaurantje is gevestigd waar je heerlijk kunt dineren onder genot van een lekker glas bier of wijn. Het is van oorsprong een no-budget baan. Ik was niet in de gelegenheid om te betalen, zonder werk zo gezegd. En ik heb het dus allemaal met dingetjes gemaakt die ik bij mensen heb gekregen, heel goedkoop op beurzen kopen en zo. En gelukkig heb ik de laatste tijd wel iets meer aan kunnen besteden om echt de finesses mooi te maken. Ik ben Tom van der Kraan, ik ben voorzitter van de HCCM. De HCCM is een interessegroep die binnen de HCC, een landelijke organisatie, valt. En we houden ons vooral bezig met de modelsporen en dan vooral het automatiseren van de modelbaan. Dus vooral de koppeling tussen het modelspoor en de PC met alles wat daartussen zit. En is het moeilijk? Alles wat je kent is niet moeilijk. Dus nee, want wij kunnen het zelfs. Alleen wat wij zien, zeker als vereniging, is dat wij een toegevoegde waarde hebben om mensen juist over die digitale drempel heen te helpen. En juist bij de start van het digitaliseren te helpen en te ondersteunen om keuzes te maken. En als het eerste digitale deel maar eenmaal rijdt, dan komt men over het algemeen wel verder. Maar wat je vooral probeert is de eerste teleurstelling te voorkomen. Dat als ze te groot beginnen en te veel digitaal willen doen, dat het uiteindelijk alleen maar één grote teleurstelling wordt. In feite kan iedereen met een klein beetje technische achtergrond bij ons terecht. We zijn een kleine modelspoorclub met ruim 7500 leden landelijk. En in feite kan iedereen terecht die dus überhaupt iets wil automatiseren op modelspoorgebied. Ik heet Corrie Bosgaard en ik kom uit Zeeland, uit Wilhelminadorp. Mijn man heeft boven op zolder een grote modelbaan. En het is een hobby en het is ook een klein beetje mijn hobby geworden. Dus we lopen dikwijls zulke soort beurzen af. Ik mag er niet aankomen. Nee, want het is allemaal pieterpeuterig. Maar een beetje adviezen geven en zeggen van goh, zo is leuk of dit is leuk of dit is leuk. Waarom denkt u dat het nou echt zo'n jongensding is? Ja, omdat natuurlijk van kinds af in wordt dat al erin gebracht. Jongens hebben een treintje, die kregen zo'n doos. En met meisjes zie je dat niet. Ik zie ook geen kleine meisjes nu. Wel kleine jongens, maar geen kleine meisjes lopen. Toomstichting Nederland.
De Stoomstichting houdt de ouderwetse stoomlocomotieven in stand. Wij hebben een eigen werkplaats met mensen die daar vrijwillig werken. En die proberen alles te repareren wat ze maar kunnen. En rijdt dat daar dan ook in de buurt? Nee, wij rijden niet in de buurt. Wij rijden op het algemene Nederlands net. Wij vragen toestemming om daar te mogen rijden aan ProRail. En daarom zijn we een stichting en proberen we zoveel mogelijk donateurs te werven om ons draaiende te houden. We zijn eigenlijk een miljoenenbedrijf. Je hebt allerlei commissies daar. Een werkgroep van timmerlieden en stoommensen. Ik werk in de catering, want onze rijtuigen hebben ook een restauratierijtuig zoals je vroeger had. En dan kunnen de mensen gewoon plaatsnemen en die kunnen koffie drinken, die kunnen daar eten, die kunnen daar wat drinken. Dus we zijn heel druk bezig daar in de catering. Mijn naam is Desiree Rieken en wij zijn een modelspoorgroep met familieleden en vrienden. Verderop zit ik dan met dingen te verven, te maken en dat mensen kunnen zien hoe alles ontstaat en hoe alles gedaan wordt. Dus van plaketten naar huisjes of wat dan ook, wat er op dat moment nodig is. Nou heb je zelf ook een module. Ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja hoor, dat is de manegemodule. En die hebben, doordat ik zelf ook paard rijd, wilde ik graag ook een manegemodule erbij hebben. En die hebben we helemaal opgebouwd in 2 jaar tijd. Dus elke keer een stukje. Mijn man heeft Elektra ervan gedaan en zo. En ik heb de gebouwen, de bakken en dat soort dingen allemaal gemaakt. Is het een echt huisje van de Efteling? Ja. En waar komt het straks als het klaar is terecht? Wil je dat echt weten? Ja, niet in de Efteling. Nee, nee. Mijn kleindochter. Het reisje naar de Efteling met mijn kleindochter een paar maanden geleden. En vroeg opa, wil je dat huisje voor me maken? Maar het is wel modelbouw. Dus het zou best op een modelspoorbaan kunnen staan. Het is dus een basis van styreen, dat is een plastic soort. Het is een basis van een steenplaatje wat erop geplakt wordt. Daaroverheen maken we dus een vorm van plamuur. En dat krassen we dan weer weg. En dan krijg je dit effect.